Wie is op de hoogte van de Oostenrijkse schilderkunst en kan de hits van Kinderen voor Kinderen woordelijk meezingen? Wie weet alles over de Sint Bernard? Wie kan meepraten over Julius Caesar? Is thuis in de Europese Unie en weet wat tinnitus is? Wie of wie is de slimste mens? Is het Gideon Samson? Nachtmerries achtervolgen hem. In zijn dromen gaat het fout. Hij heeft het niet op die rotgalerij, daar loert altijd een blackout. Of is het Khalid Qassem? Bijna was het uit en over en lag hij uit het spel. Maar dankzij hogere wiskunde zit de advocaat hier wel. Of is het Igmar Felicia? De DJ is het jonkie van de show. Zijn hersens zijn kakelfris. Hij is terug in de finale week. Domineert hij opnieuw de quiz? Welkom bij De Slimste Mens. Goedenavond en welkom in deze buitengewoon spannende finale week van De Slimste Mens. Nog 2 dagen en dan weten we wie de 15e slimste mens wordt. Daarvoor keren de beste spelers van dit seizoen terug. Morgen is dat de nummer 2 van het klassement, theatermaker Mark de Hond. En op vrijdag de favoriet voor de eindoverwinning, parlementair verslaggever bij RTL, Marieke van der Zilver. Vanavond spelen we de kwartfinale met de nummer 3 van deze serie. DJ bij 538, Igmar Felicia. Welkom terug, Igmar. Dank je wel. Je schitterde hier rond de jaarwisseling. Je werd derde. En vandaar dat je hier nu weer zit. Dat is toch niet slecht voor een jochie dat er op school een beetje de kantjes vanaf liep, hè? Mooi, hè? Ja, vind ik ook wel. Hè? Ja, ik ook. Ja, en jij vindt het zelf ook wel mooi. Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi, ja. Ja. Zeg, wat zou je schrijven aan die leraren... hè, die je destijds de klas uitstuurde en boze brieven naar je moeder schreef? Ja, nou, ik heb er wel eentje. Ik heb één leraar wel in mijn hoofd zitten waarvan ik echt denk, kijk dit even. Nee, niet omdat ik mezelf heel goed vind, maar vooral omdat hij mij echt zei... en de klassieke zin, ik denk niet dat er ooit iets van jou terecht gaat komen... Ja, dat is dan heerlijk, hè, als je hier zit en, nou ja, het succes hebt wat je hebt. Nou ja, we gaan het zien. Ja. Dat is toch wel iets als een revanche. Ja. Welkom terug, Khalid. Ja, jij zit dus ook in de kwartfinale. Maar het was gisteren wel eventjes bloedstollend, hè? Ja. Ja, want ik denk, ja, wat doet hij, wat doet hij? Je liet je zakken tot 2 seconden. Ik dacht, die man die is niet goed bij zijn hoofd. Wat deed je? Wat ging er in je hoofd rond? Nou, ik heb natuurlijk al een aantal keren tegen Albert-Jan gespeeld. Albert-Jan is een hele goede speler. Maar ik wist dat hij van sport niet zo heel erg veel weet. Dus toen kwam er een sportvraag over veldrijden. Daar wist ik een aantal antwoorden op, 3 antwoorden. En toen keek ik naar zijn stand. Toen dacht ik, daar moet ik ver onder. Dat hij waarschijnlijk niet zal durven te passen onder mij. 2 seconden. Toen gokte ik erop. Dat geluk moet je ook een beetje hebben... dat je wel tenminste 1 antwoord weet op de volgende vraag die gesteld wordt. Nou, dat lukte. Maar goed, jij zei hogere wiskunde. Ja, het gebeurde ook gewoon in het moment. Ja. Maar het was spannend. Ja. Oké, hier zit dus een hele slimme tacticus. Dat wou ik maar eventjes zeggen. Ja, welkom terug, Gideon, onze prijswinnende kinderboekenschrijver. Jouw 8e optreden alweer... De laatste 3 afleveringen heb je gewonnen. En dan zie ik aan jouw gezicht dat je niet al te triomfantelijk probeert te zijn, maar het kost je moeite. Nee, dat is een beetje mijn arrogante kop die ik heb. Die heb ik van mezelf, denk ik. Maar het is echt een tegendeel, hoor. Na elke aflevering, hetgene wat je achtervolgt, zijn alle antwoorden die je niet wist. Of die waarvan je pas wist dat je ze wist toen je ze al eerst hebt gezegd dat je ze niet wist. Ja, maar als je dan wint, ik zie je genieten, man. Ja, dat mag toch ook wel een beetje? Ja, nee, maar... Is ook wel lekker. Ik vind het leuk om te zien. Ik hou van winnen. Ik vind winnen leuk. Maar we beginnen natuurlijk niet... voor ik de voorzitter van de jury aan u heb voorgesteld... het keiharde kennismonster Maarten van Rossum. Dag Maarten, ook in de finale week gewoon de kijkers vragen. Ik heb hier een vraag van Reggie Waanders uit Apeldoorn. Hij schrijft... Maarten, onze taal is weer verrijkt met een verarming. Ik werd een soort van wakker gebeld. Ik moet daar een soort van even over nadenken. Heb jij daar een soort van mening over? En kan jij nog een soort van andere tandenknarsende voorbeelden geven? Alvast een soort van dank. Dat lijkt toch een komisch. Ja, ik kende die formule niet... Het is inderdaad een beetje kreupel gedoe.
Als je ouder wordt, dan erger je in toenemende mate aan de taalverandering. Maar je doet er niets aan. Het is ook je eigen taalgebruik was modern in de tijd dat je die taal je geleerd hebt. Maar Maarten, wat je eigenlijk wil zeggen is dat wij ouderen moeite hebben met veranderingen. Ja, en maar dat verzet in dit geval eigenlijk niet nuttig is. Het heeft geen enkele zin om je te verzetten tegen dit soort van veranderingen. Dat geldt natuurlijk ook voor, we hebben het eerder gehad over tatoeages, over haarmodus, over van alles en nog wat. Het is nog een wonder dat deze lui er vrij fatsoenlijk uitzien. Ja. Nou, hartelijk dank voor deze soort van uitleg. We gaan beginnen. Igmar, je herinnert je dat we beginnen met 369? Ik ben het bijna vergeten. Je bent het bijna vergeten, maar je weet het nog. Ja. En je weet ook nog dat je teller start op 60 seconden... en elke derde vraag 10 seconden oplevert. Het komt weer terug. Oké, daar gaan we dan. Sesam, open u, wordt wel eens gezegd als een deur open gaat of open moet. Uit welk sprookje komt de toverspreuk Sesam, open u oorspronkelijk? Aladdin? Nee. Khalid? 1001 Nacht? Nee. Gideon? Ali Baba en de 40 Rovers. Ali Baba en de 40 Rovers, jazeker. Gideon, we gaan door met jou. Welke Nederlander heeft als bijnaam Henkie Penkie? Dat Henkie Penkie... ik weet het alleen van Theo Maassen, maar dat is niet goed, nee. Nee. Ik maar. Nee, ik heb geen idee. Weet jij het, Khalid? Henk Schiefmacher? Ja, dat is Henk Schiefmacher. Ja, de tattoo-man. Die is heel Penkie, kennelijk. Als Henkie. Ja. Voor 10 seconden, Khalid, welk nummer op het roulettewiel is groen gekleurd? 0? Ja, dat is 0. Ik begrijp dat jij zo je gewoontes hebt in het casino. Nee, ik kom er nooit. Maar de rest is volgens mij rood of zwart. Echt maar. Ben jij een casino-klant? Nou, ik ga niet zo vaak, want mijn vrienden moeten mij dan echt wel op een soort budget zetten als ik heen ga. Ja, ik speel heel roekeloos. Oké, dus als je er eenmaal bent, dan dreigt het ook meteen aan de hand. Ja, en dan heb je zo'n budget in je hoofd van tevoren. En dan speel ik dat er eigenlijk veel te snel doorheen, want ik speel helemaal niet tactisch. En dan wil ik nog een keer gaan pinnen en dan geef ik wel echt mijn pinpas aan vrienden. Ja. Wat voor budget hebben we het dan over? Nou ja, ik heb meestal iets van... Ja, ik heb wel eens 100 of zo ongeveer, maar dat gaat er dan bij mij zo snel... en dat is eigenlijk zo raar en zo slecht. En pas daarna voel ik me echt schuldig. Ik denk, wat een bedrag om dat zomaar even uit te geven. Maar tijdens dat spelen verandert er iets in mij dat alleen maar denkt... maar het kan wel bij de volgende. Ja. Maar gelukkig win je nooit. Ik heb echt bijna nog nooit eens gewonnen. Dus ik vraag me ook af waarom ik er nog naartoe ga. Stel je voor dat je echt zou winnen dan. Nee, dat is niet goed voor mij. Ik krijg ook verslaafd. Khalid, uit welk land is het hondenras Sint-Bernard afkomstig? Oostenrijk? Nee. Gideon? Zwitserland. Ja, dat is Zwitserland, ja. Ja. Zie, het zijn mythische honden bijna, hè, Maarten. Ze werden ingezet bij lawines en dat soort. Volgens mij gebeurt het niet meer, hè, denk ik. Nee, maar ook die huidige Sint-Bernard die zou veel te dik en te groot zijn... Ja, om als die is doorgevallen. Om als reddingshond te functioneren. Ja. En aan de honden valt dan... van alles en nog wat te leren. Dan hadden ze zogenaamd zo'n tankje om de hals hangen waar dan cognac in zat. Ja, vaartje met brandewijn. Dat is volstrekte fantasie. Dat heeft zich nooit voorgedaan. Het schijnt zelfs heel gevaarlijk te zijn om aan onderkoelde mensen alcohol te schenken. Oh ja? Ja, het is maar dat u het weet als u met de wintersport gaat. En dat u van de bisschopszwijnen afblijft als u een onderkoeld familielid heeft. Ja, we gaan verder. Gideon. Casumarzu is een Sardijnse variant op de pecorino. Iets wat langer gerijpt. Wat is er zo bijzonder aan deze kaas uit Sardinië... die verboden is in de Europese Unie? Er zitten maden in. Ja, er zitten maden in, ja. Voor 10 seconden Once Upon a Time in the West is een filmklassieker geworden... en dat kwam mede door de muziek. Wie componeerde de soundtrack? Ennio Morricone. Dat is helemaal goed, ja. Maarten, even een vraag aan jou als filmkenner. Het schijnt dat de filmmuziek eerder is opgenomen dan de film zelf. Waarom was dat? Omdat de regisseur, Leone... die leek het een goed idee om die muziek af te draaien... voor de acteurs op de achtergrond. Zodat ze, als het ware, de sfeer van de film die hij ging maken... al kenden voordat ze aan hun acteurswerk begonnen.
Mm-hmm. En ik kon me daar wel iets bij voorstellen, omdat het heel sfeervolle muziek is die Morricone gemaakt heeft. Ja. He, die triestigheid die in feite in die hele film een belangrijke rol speelt, mm-hmm. die zit vrij duidelijk in die muziek. Ja, Gideon. Ja. Wat is naar inwonertal het grootste land van de Europese Unie? Duitsland. Dat is Duitsland met 82 miljoen inwoners. Ja. Waar heb je last van als je lijdt aan tinnitus? Van je gewrichten. Nee. Echt maar. Oorzuizen. Ja, het is oorzuizen. Voor 10 seconden, zeg maar. Wat is een koolwitje? Het is een vogel? Nee. Galit? Een koolwitje. Een das? Nee. Gideon? Een vlinder. Ja, het is een vlinder. Ja. Ja, het vliegt wel, zeg maar. Maar ja, helaas, het is een vlinder. Dat moeten weten. Gideon, we gaan door met jou weer. Noem een van de twee staten in Amerika waar je een Disneyland kunt bezoeken. Florida. Oh, dat is geen staat. Ik weet er niet van. Ja, nee, het is goed. Nee, het is goed. Het is goed. Ja, ik hield de spanning er even. Oh, dat is het, ja. Maar je had ook Californië kunnen zeggen. Ja, maar dat wist, die wist ik dan niet. Maarten, ben jij er ooit geweest? Iets is erger dan een pretpark. Ik ben 2 keer met de kinderen in de Efteling geweest. En het waren 2... dieptepunten in mijn leven. Maar die kinderen vonden het prachtig. Ja, ik moest samen met mijn dochter, die nog klein was, nog in dat ding wat zo op en neer gaat. Hoe heet dat nou? De Python? Of de Python, dat is het woord. En eerst moest je dan wachten in een soort van lange rij met bordjes. Nu nog 20 minuten, nu nog 10 minuten enzovoort. Terwijl ik ben principieel tegen wachten, maar mijn dochter wou er per se in, maar niet alleen. Dus ik heb erin gezeten en voor mij, ik heb mijn ogen dicht gehouden. Maar ik vond het helemaal een infantiel, stomzinnig en nogal prijzige onderneming, eerlijk gezegd. Hmm. We gaan verder. Gideon, noem een jaartal waarin Julius Caesar leefde. 50 voor Christus. Dat is goed. Hij leefde van 100 tot 44 voor Christus. Dus 50 voor Christus is goed, ja. Ik vind het zelf best wel, ja, af en toe dat je, maar dit, dat ik dit wist, of wist, dat dit eruit kwam. Ja, dit is wel lekker. Ja. Ja, je krijgt er niks voor, maar het is mooi. Terwijl ik in mijn hoofd nog zat met mijn Efteling-ervaring, die redelijk soortgelijk is aan die van Maarten. Ik ging in dat piratenschip. Dat is ook verschrikkelijk. Ik zat in het midden. Jezus. Wat ik me herinner, ik zat helemaal in het midden. Dan ga je dus niet zo hoog. Dat is eigenlijk de meest veilige plek voor mijn gevoel. En ik herinner me dat ik me zo hield ik me vast. Het enige wat ik gedaan heb is dit. Ogen dicht. Is het nou afgelopen? 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 En toen uiteindelijk was het afgelopen en ging ik er weer uit. Ja. Je hebt genoten. Maar hier is het echt... echt fijn. Voor 10 seconden nu. Ja. Par, birdie, eagle, albatross, condor. Van welke sport kennen we deze begrippen? De golfsport. Ja. Ja, Galit, tegenwoordig is golfen dus eigenlijk om te netwerken. Hè? Ja. Ben jij een golfer? Nou, niet om te netwerken, maar ik heb wel eens op dat heet aan de driving range gestaan. Oh, ja. En dat is gewoon ballen slaan vanaf zo'n klein stukje kunstgras. En dan ga je mappen, dan hangt er een net een stuk verderop om die ballen tegen te houden. Ja, kijk, als je die sport gaat beoefenen, dan merk je pas hoe hoog die moeilijkheidsgraad is. En dat zorgt ervoor dat je echt waardering krijgt voor die mannen en vrouwen die op zo'n grote afstand die bal gewoon in 2-3 slagen in zo'n gat kunnen krijgen. Ik vind het ongelooflijk. Je bent toch met me eens dat je je leven een stuk beter kunt besteden dan aan het slaan van een heel klein balletje over een afstand van 200 meter om in een heel klein putje terecht te komen. Gideon, welke Oostenrijkse kunstenaar schilderde rond 1908 het wereldberoemd geworden werk De Kus? Gustav Klimt. Dat is Gustav Klimt. In welk Europees land waren de premier en de president tweelingbroers? De broer die president was, kwam in 2010 om bij een vliegtuigongeluk. Ik ga Oekraïne zeggen. Nee. Zeg maar. Wit-Rusland? Nee. Galit? Slowakije? Nee, het is Polen.
De laatste vraag van deze ronde voor 10 seconden. Gideon, Kinderen voor Kinderen bestaat alweer 40 jaar. Vul de volgende regel van het refrein aan van een van hun grootste hits. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi. Het was echt niet gewoon. Iedereen riep hyper de piep. Daarna werd ik gekust en gekroond. Tjeng, jij kent je klassieker. Ja, dat leidt ons tot de volgende tussenstand. Ik maar 60 seconden, Galit 70 seconden. En Gideon nu al op kop met 100 seconden. En we gaan naar de tweede ronde. In onze ronde Open Deur worden de vragen gesteld door 3 bekende Nederlanders. Vandaag zijn dat Weerman Piet Paulusma, presentatrice Diewertje Blok en VVD-fractievoorzitter en voormalig slimste mens Klaas Dijkhoff. Hier gaan we. Igmar, jij mag als eerste kiezen. Diewertje Blok. Zoals wel meer mensen op leeftijd brengt Sinterklaas een groot deel van het jaar door in Spanje. En daar weet niemand wie die is, dus kan die lekker anoniem in zijn tabbert over straat. Van deze man weten de Spanjaarden wel wie het is. Al weet ik niet of ze hele warme herinneringen aan hem bewaren. Wat weet u over Robin van Persie? Robin van Persie is een voetballer in Nederlands elftal. Topscorer van het Nederlands elftal. Heeft bij Arsenal gespeeld. Bushra van Persie heet zijn vrouw. Heeft bij Feyenoord gespeeld. Scoorde die goal op het WK. Wat heeft hij verder nog meer gedaan? Hij golft tegenwoordig. Hij is gestopt. Nederlands elftal, Arsenal, Manchester United, Fenerbahce. Pas. Galit. Hij is een voetballer. Feyenoord, komt uit Rotterdam. Komt bij Excelsior vandaan. Pas. Gideon. Nee, die laatste ga ik ook niet weten. Ik weet wel veel van Persie. Pas. We hebben dat prachtige doelpunt op dat WK in 2014. Ja. Wat dat zei ik? Gaf hem de bijnaam de Flying Dutchman. Dus hij vloog, als het ware, die kopbal. Ja. Ja. Dus vandaar. Waar was jij toen dat doelpunt werd gemaakt? Kan je dat nog herinneren? Dronken van geluk. En van de drank. Maar ja, in Amsterdam keek ik dit. En ik weet nog dat ik er geen cent voor gaf voor dat hele WK. Want we waren allemaal niet zo goed. In 2012 hadden we heel slecht gedaan. En het elfde was niet goed. In Spanje was de wereldkampioen en de Europees kampioen, geloof ik. En toen ineens, we stonden nog achter met 1-0. Onterechte penalty. En toen die 1-1 voor rust. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Maar vooral wat er daarna allemaal gebeurde. Ik kijk nog steeds best wel vaak dat terug. Ja? Ja. Het werd 5-1. Ja, met het commentaar van Jack van Gelder die dan zegt... is het zo'n dag? Ja. Ja, die zich geheel aan de Zuid-Amerikaanse omstandigheden had aangepast. Hè? Ja. Van die lange uithalen. Ja. Ja. Maar dat vind jij wel mooi als radioman. Ik hou daar heel erg van, dat radiocommentaar. Ja. We gaan verder. Galit, Klaas Dijkhoff of Piet Paulusma? Klaas Dijkhoff. De VVD is een echte ondernemerspartij. Wij geloven dat ondernemers zorgen voor een betere economie en meer banen. Dan zou het raar zijn als je ze als overheid voor de voeten gaat lopen met allerlei regels. Maar goed, er zijn ook ondernemers waar we zelfs bij de VVD niet op zitten te wachten. Wat weet u over Klaas Bruinsma? Zeg het maar. Klaas Bruinsma is vermoord voor het Hilton Hotel. Ze noemden hem de dominee. Hij zat in de harddrugs, in de softdrugs. Er is ook een film over hem gemaakt. De Lange werd hij genoemd, de Lange Man. Ik pas. Gideon. Peter Paul Muller speelde hem in die film. En hij was met de prinses Margriet Laurentien. Wie was die prinses? Die was Pas. Zeg maar. Dat was Mabel Wisse-Smit. Ja. Die bleef kennelijk nog wel eens slapen op zijn schip, de Neeltje Jacoba. En dat leverde bij het huwelijk nogal wat problemen op, hè? Ja, het is maar een klein bootje. Als u de app speelt, dit zijn de antwoorden op de vraag van de dag. Wilt u ook zo'n slimste mens mok winnen? De app zit vol nieuwe vragen, dus download hem en speel mee. Ten slotte Gideon, Piet Paulusma. Ik ben geboren in het Friese dorpje Tjum. Als kind is het heerlijk om op te groeien op het platteland. Slootjes springen, schaatsen, eieren zoeken. Je bent bijna altijd buiten. Maar inmiddels woon ik alweer een hele tijd in de grote stad Harlingen. Wat dat betreft weet ik prima hoe de bewoners
van deze plek zich moeten voelen. Wat weet u van de Bronx? Zeg het maar. De Bronx is een wijk in New York. Is een achterstandswijk waar veel zwarte mensen wonen pas. Khalid? De Bronx, volgens mij heb je de New York Jets, die komen daar vandaan. Er wordt baseball gespeeld. De Apollo Theater staat daar misschien. Ik pas. Zeg maar. Het is arm. Pas. Het is zeer multicultureel. 30% Afro-Amerikanen, 50% Hispanics. Dat zijn niet alleen zwarte mensen dus, zal ik maar zeggen, in tegendeel. En de hip-hop die komt er vandaan. Ja. De tussenstand. Khalid 102 seconden. Igma 115 seconden. En Gideon op kop met 125 seconden. En we gaan naar de derde ronde. En dit brengt ons bij de puzzelronde. We zoeken drie verbanden die elk worden omschreven met vier trefwoorden. Het is altijd even hersenen kraken. Daar gaat hij. De eerste puzzel is voor Khalid. Anton, Aad, Brigitte. Ja, helemaal goed. Ja. Echt maar voor jou de volgende puzzel. Grote bek bij afslag, afslaan, peer, grote peer bij opbod bieden. Afwas, borstel, korfbal, bloemlezing, ezel, huis, afval. Bij opbod, bij afslag, grote bek, grote mond, brutaal. Korfbal, huiskorf, ezel, stoten, peer, bloemen, corso, korf. Huis, vuil, ezel, pas. Gideon. Mel. Bij opbod, bloem, bij afslag. Slaan, huis, bloemen. Nee, pas. Khalid. Veiling. Ja. De laatste puzzel is voor Gideon. Algestapeld nageven, waterplant, moet ik je nageven, varkentje wassen, overtreffende trap. Wentel, alg, tepel van wie, zeewier, wier, kruid, varken, fopspeen. Ja, ja. Ja, en hiermee behoud je net de koppositie, Gideon. Want de tussenstand is nu, ik maar 114 seconden. Khalid 216 seconden. Ik denk, die gaat nu op kop. Maar nee, Gideon die kwam, gaat nog steeds op kop met 223 seconden. We gaan naar de vierde ronde. De galerij. 8 foto's met 1 thema. Igmar, voor jou de eerste galerij. Dit is een klok, een sinaasappel. De tijd, een stationsklok. NS, gele trein, 10 over 10. 10 over tijd, volgende. Roze pak. Ja, pas. Een middelvinger, gouden middelvinger. Pas. Een zwaan, een eend, de KLM, pas. Pas. Kalender, november, december, schieten op de maand, pas. Pas. Tjoen, jongen. Ja, kwartje is niet gevallen. Galit. Mandarijnentijd, jachttijd, pas. Gideon. Pas. Wat is dit? Wow. 8 filmtitels, maar dan cryptisch verbeeld. Oef. Allemaal met een kleur in de titel. Hè? Dus Clockwork Orange, film van Stanley Kubrick. Pink Panther. Goldfinger, weet je wel, van dat liedje. 50 Shades of Grey. De erotische film enzovoort. The Black Swan. Man, ja. Niks met KLM te maken. The Blue Lagoon. The Hunt for Red October. En The Color Purple. Ja, dat waren ze. Geven jullie drieën had enig vermoeden waar het over ging? Hè? Nee. Nou ja, zo blijft het ongeveer gelijk, zal ik maar zeggen. Althans, Igmar die blijft iets achter. Maar de volgende galerij is voor Khalid. Acupunctuur. Massage. Shiatsu massage. Hoofdmassage.
Aromatische massage, pas. Chiropractor. Lichttherapie. Stenentherapie. Hotstone massage. Stenen massage, pas. Dit is een hoe heet dat nou ook weer, jongens? Hypnose. Dit is haptonomie. Krachtenvelden. Pas. Dit is cupping. Ja. Nog twee, zeg maar. Pas. Gideon? Shihatsu pas. 8 alternatieve geneeswijzen. En deze hadden jullie dus niet. Dit is edelsteentherapie. En dit is reiki. Handoplegging. Zeg maar, ooit een van deze therapieën ondergaan? Nee, ik heb het wel eens gedaan. Wat? Ik was vroeger allergisch voor heel veel eten. En toen hadden mijn ouders echt alles, koemelk en zo, en ook heel veel vlees. Toen hadden mijn ouders alles geprobeerd. En toen ging een man, een soort hypnose, die ging wijzen met een stokje naar het eten. En dan bij mij een soort van voelen. En toen werd mijn vader zo gek dat hij zei, nou, hier kap ik mee. En toen zijn we weggegaan. Ja, dat is echt... Ja, het is het enige wat ik nog weet. Ja. Ja, goed. Ja. En hoe is het met die eetstoornis? Ja, gaat goed. Ik kan het wel weer eten, dus misschien heeft het wel gewerkt. Ja. Ja. De laatste galerij is voor Gideon. Angela Merkel. Lagarde, is dat mevrouw Lagarde? Nee, pas, weet ik het niet. Wie is deze vrouw? Weet ik ook. Nee, pas, verdorie. Dit is... wat slecht van mij dit. Pas. Ik weet niet wie dat zijn. Pas. Dit is pas... Oei. Dit is uit de... hoe heet ze? Lula uit Brazilië. Hoe heet ze niet zo? Pas. Pas. Wat is zo nog 7, zeg maar. Moeder Teresa, Netanyahu, pas. Khalid? May, Gandhi, Rousseff, Golda Meir, Kirchner, pas. Ja, 8 vrouwelijke regeringsleiders. Ja. En deze 2 hadden jullie niet. Benazir Bhutto, die was premier van Pakistan van 88 tot 90 en van 93 tot 96. En dit is de Nieuw-Zeelandse premier sinds 2017, Jacinda Ardern. Er is op een fantastische wijze in het nieuws gekomen na die aanslag op die moskee daar in Christchurch. Hoe zij zich heeft gemanifesteerd. Zo'n waanzinnig voorbeeld voor de wereld. Hoe ze met warmte en passie en compassie en liefde sprak. Ja, zij heeft die mensen op dat moment op een prachtige manier bij elkaar gehouden. Ja, dat heeft me echt geraakt. Ja. De tussenstand. Ik maar 74 seconden. Gideon, 205 seconden. Ja, Galit, die heeft hier goed gescoord. Die gaat dus nu op kop met 329 seconden. Ja, nu gaat het erom spannen, want in de volgende ronde wordt bepaald wie de slimste mens van de dag is en we hier morgen zeker terugzien. En wie in de dagfinale gaan strijden om dat andere ticket voor de halve finale. Dus op naar de beslissende ronde. We gaan het zien, we gaan het zien met het collectief geheugen. Bij elk beeldfragment horen 5 trefwoorden. Het eerste is goed voor 10 seconden, het tweede 20 en zo door naar de 50 seconden. Ik maar voor jou het eerste fragment. Zullen we hier zitten? We hebben een mooi uitzicht over het. Of wil je hem daar zitten? Ja, maar wil het maar niet gezellig. Wat wil je hem hier of daar? Achter Ries aan en daarachter moeten de 3 kleinere caravans. En dan draaien. Nee, kan niet. Red hij niet. Ik zit ertussen. Als jij lid dat we geen boom raken, vind ik het prima. Die zit eronder, daarna zit er ook daar. Ja. Die was zo, hoog zo. Wat een stikkie. Mooi hè. Zeg het mij. Dit is niet ik vertrek. Dit is NPO 1, NPO 2, NPO 3, Avro Tros, BNNVARA, Caro NCRV. Ik heb echt een blackout hierop. Pas. Gideon. Was dit Michiel van Erp, Pretpark Nederland, waar we naar keken? Nee, pas. Khalid? Dit was een programma van Omroep Max. Hier werden oudere mensen gevolgd die naar de camping gingen. Jan Slachter is natuurlijk van Omroep Max. Het is een tv-programma op NPO 1. Ik pas. Ja, het is niet echt een jongerenprogramma, zullen we maar zeggen.
De titel luidt We zijn er bijna. Het is inderdaad van Omroep Max. Wordt gepresenteerd door Martine van Os. Het is een groepsreis. Eigenlijk ja, een programma over een groepsreis met caravans. Dit is trouwens, het plaatsen van de caravan is altijd het hoogtepunt van het programma. Maarten zit nu al te... Oh, dat is wel een programma waar jij naar kijkt dus. Het is een kijkcijferkanon, dat programma. Jij kijkt ook. Ja, nee, ik heb natuurlijk al die promo's gezien, maar... Het is in zijn, als je toch had voorgesteld, we gaan een programma maken waarbij 40 demente bejaarden begeleid door Omroep Max met een caravan naar Sicilië trekken. Dan zou ik dus zeggen, dat lijkt me niet zo'n geschikte formule. Maar het blijkt dus een fantastische formule te zijn. Want als je even nagaat wat succesvolle programma's zijn, dan zijn dat bijna altijd hele onbenullige activiteiten waar iedereen iets van kan begrijpen. Daar, dit verklaart volgens mij ook de enorme populariteit van kookprogramma's. Ik bedoel, als je toch tegen mij had gezegd 30 jaar geleden... weet je wat populair gaat worden? Koken op tv. Zo'n mevrouw die, hè, we nemen nu de suiker, en dan... we hebben hier de peterselie klaarstaan, poem erin. Hè? Wat doe je dat leuk? En dan denk je bij jezelf, welke maloten kijken hier naar? Hè? Het zijn juist de meest onbenullige activiteiten die voor heel veel mensen heel prettig kijkvoer vormen. Hmm. We gaan verder. Eventjes naar de tussenstand kijken. Egmar die heeft nu 62 seconden, blijft dus wel iets achter. Gideon heeft 201 seconden. Galiet ruimschoots op kop met 331 seconden. Dus even kijken of Gideon nu weet in te lopen. Gideon, hier is jouw fragment. Allez, riez, Milo. Allez, chantez, Milo. La, 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 la. Ja, zeg het maar. Was dat Edith Piaf, een chansonnière uit Frankrijk. Jacques Brel wil ik graag noemen. Zij is zangeres, zij zingt liedjes. La Vie en Rose wil ik noemen nog pas. Zeg maar. Pas. Galit. Lisbeth List. Pas. Ja, en een van haar bekendste nummers is Non, je ne regrette rien. En dit natuurlijk, Milor. En ze ligt begraven op die beroemde begraafplaats in Parijs, Père Lachaise. Eventjes de tussenstand, maar 62 seconden. Gideon, ja, Edith Piaf heeft jou geen geluk gebracht. Je blijft haken op 220 seconden. En Galit is nog steeds op kop met 359 seconden. Hij heeft zijn voorsprong nog wat uitgebouwd en hij moet nog. Galit, jij bent van plan om de slimste van de dag te worden, geloof ik, hè? Gaan we best doen. Ja. Nou, hier komt jouw fragment. We've had free elections. We've had fair elections. These Anglo-Saxons who dare contradict Africa's verdict. But who are they, we ask? Whoever gave them the gift of seeing better than all of us. Zeg het maar. Mobutu, president van Zimbabwe, hyperinflatie. Hij is overleden. Pas. Zeg maar. Robert Mugabe. En het was een dictatuur in Zimbabwe, in Afrika, onderdrukking. Pas. Gideon. De vrouw van Mugabe, van wie ik naam niet weet. Pas. Zimbabwe was ooit een Britse kolonie en heette toen Zuid-Rhodesië. Dat wilden we nog eventjes horen. De eindstand is nu. Egmar 96 seconden, Gideon 218 seconden. En ja, Galit, dat kon hem bijna niet meer ontsnappen. Hij is de slimste van de dag met 414 seconden. Maar de strijd is hier nog niet gestreden. Want wie mag er mee naar de halve finale? En wie verlaat vanavond het spel? We gaan het zien in de dagfinale. Egmar en Gideon, het gaat nu om een plek in de halve finale. Maar dan moet je wel winnen. En wie het eerste tijd van de ander op 0 seconden brengt, die wint deze dagfinale.
Bij goed antwoorden gaan er 20 seconden af bij de tegenstander. En degene met de minste seconde mag beginnen. Dat is Ichmar met 96 seconden. Dat betekent dat Gideon nu al aan 5 goede antwoorden genoeg heeft om je weg te spelen. Ik weet hij het. Heeft veel meer seconden dan jij, 218. En toch durf ik te beweren dat je geen verloren strijd speelt. Oké. Je hebt nog alle kans. Oké. Maar doe het dan goed. Oké. Echt maar. Ja. Wat weet je van de Arabische lente? Arabische lente was de landen in Afrika, Egypte. Er was een soort opstand, was het. Egypte had ermee te maken, Mubarak. Het was een opstand tegen revolutie, was het. En pas. Gideon? Het Tahrirplein, dat was in verschillende landen is een dictator afgezet. Islamitische landen, daar gebeurde dat. Dat pas. Het begon allemaal in Tunesië in 2010. En Gaddafi, de Libische leider, die werd afgezet en vermoord. En bij al die demonstraties speelde sociale media een belangrijke rol. Ichmar, wat weet je van Dylan Hagens? Dylan Hagens is een YouTuber. Hij staat vaak trending. Hij heeft de top 10, 10 manieren om, doet hij altijd. Hij is op social media, Instagram te vinden. Pas. Video. Hij verkleedt zich vaak bij die top 10. Hij is een vlogger. Pas. Hij komt uit Limburg, maakt ook milkshake-vlogs. En heeft in 2018 een bioscoopfilm gemaakt. Die uitgewoon succesvol was. Ichmar, wat weet je van Parijs-Roubaix? Parijs-Roubaix is een wielerwedstrijd. Heeft te maken met de Tour de France. Nee, dat heeft het niet. De Klinkers, Amstel Gold Race. Pas. Gideon? Dat is een dagkoers. Pas. Ik trek dit niet meer. Het is, in de wereld van de wielrennen is het een klassieker, zo noem je dat. En ja, ze moeten door de hel van het noorden. Ichmar, je hebt nog 18 seconden. Gideon heeft genoeg aan 1 goed antwoord. Maar stel je voor dat jij nu 5 goede antwoorden in één keer hebt. Dan is Gideon weg. Ja, stel je voor, ja. Zou zomaar kunnen. Ja. Wat weet je van de tagine? Tagine is in Marokko, dat is eten, dat is een gebied, dat, is, dat heeft te maken met kikkererwten, spliterwten, zoet, pas. Gideon. Het is een grote pan voor in de oven, is dat niet goed? De tagine is een grote schaal, gaat die in de oven, gaat pas. Het is een stoofpot van aardewerk met een kegelvormige deksel, dat wilden we graag horen. Ichmar, je hebt nog altijd een kans. Als jij in 8 seconden 3 goede antwoorden weet te geven, weet dan het. Is Gideon weg. Ik weet het. Ja, ik weet het. Wat weet je? Let op, wat weet je? Concentreer je. Wat weet je van de Zwarte Zee? De Zwarte Zee is bij Turkije. Dat is een zee, de Dode Zee, daar kan je op drijven. Pas. Kut. Gideon. Pas. Ik weet niks van de Zwarte Zee. Het is alsof hij je wil tarten. Hè? Mag ik staan? Of, Ja, de Zwarte Zee ligt tussen Europa en Azië. Je hebt toegang uit de Middellandse Zee via de Bosporus. De Donau komt erin uit. De Krim is een schiereiland in de Zwarte Zee. De Krim, daar weten we alles van. Hè? En Sunny Beach is een Bulgaarse badplaats aan de Zwarte Zee. Dus bekend dankzij zon, zuipen, ziekenhuis. Ichmar, ja, nu wordt het heel lastig. Ja. Maar ja, je weet maar nooit. Wat weet je van Johannes Vermeer? Johannes Vermeer is een schilder, melkmeisje, Nederlander, melkmeisje, pas. Ichmar, blijf even zitten. Ichmar, je hebt hem terug weten te brengen tot 28 seconden. Ja. Je was niet ver van een eindoverwinning. Maar ja, helaas houdt het voor jou hier op. Moet je eens nagaan. Je hebt 8 keer meegedaan. Je was 4 keer de slimste van de dag. We zouden kunnen zeggen dat je je vandaag niet mee zat. Nee. Hè? Ja, het lukte even niet. Ja, dat kan gebeuren. Hoe dan ook. Dank je wel. Ichmar Felicia. En we
zijn er morgen weer. Dan spelen we de halve finale met Khalid Kassem en Gideon Samson. En we zien de nummer 2 van het klassement terug. Theatermaker Mark de Hond. Ondertussen kunt u natuurlijk de slimste mens spelen via de app. Met dank aan de voorzitter van de jury. Hij is er nooit bijna, hij is er altijd helemaal. Maarten van Rossum, graag tot morgen.